Welkom beste kijkers bij Omdiep TV. In deze uitzending bezoekt Janine Slagerij Blankenstein, bewondert Marijke het kerstdorp van Jessica van Schaijk en tot slot zijn we op bezoek in de woonboot van Dirk Kruid. Veel kijk en wij plezier! Hoe kan een kleine ondernemer zijn hoofd boven water houden in de wijk Ondiep als hij ook te maken heeft met grote concurrenten? En wat is de invloed van de verbouwing van de wijk op het ondernemen van deze ondernemer? We gaan het hem vragen. Heeft de verbouwing in de wijk veel invloed gehad op de verkoop, op de zaken die u doet? Nou, zeker weten. Dat is denk ik alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar we merken gewoon echt wel dat klandizie gewoon elk jaar groeit. De omzet stijgt gelukkig ook. En we krijgen gewoon wel wat ander publiek. Het publiek, vroeger was het natuurlijk gewoon echt meer ietsje meer volksbuurt. En nou merk ik echt wel, er zijn natuurlijk wat duurdere huizen bijgekomen. Dus wat mensen met een wat ander inkomen. En ook mensen die zeggen van, ik wil 3 keer per week vlees, maar wel gewoon goed vlees. Dus die merk je echt wel dat die dan hier naartoe komen. Of in ieder geval naar een slager gaan. En er zijn natuurlijk nog maar weinig slagers in Utrecht. Dus dat is voor ons ook wel een groot voordeel. Ja. Want je merkte ook dat ze niet bijvoorbeeld naar een supermarkt gaan, maar echt bij jullie komen. Klopt, ja. Nou, een stukje service heb je natuurlijk wel wat extra. En als het goed is, versta je natuurlijk gewoon je vakmanschap. Je weet gewoon wat je verkoopt. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat heb je in een supermarkt niet. Als je daar gaat zeggen van, ik wil het zo gesneden hebben of ik wil dit. Ze hebben er niet zoveel verstand van. Het komt daar zo aangeleverd. En hier heb je gewoon nog een stukje persoonlijk contact. En als ze iets anders willen, dan kunnen ze erover praten. En ze kunnen om advies vragen. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is, ja. En we zitten hier natuurlijk gewoon op een hoek van de straat. Dus dat is niet in een winkelcentrum. Dus mensen moeten wel echt gewoon naar je toe komen. En niet zomaar van, hey, we lopen hier langs en we denken, we gaan even naar binnen. Dat zie je natuurlijk meer in een winkelcentrum. Dus echt wel klanten komen hier echt wel op af, zeg maar. Dat is wel je toekomstdroom ook, om de zaak dan inderdaad over te nemen. Ja, ja zeker. Ja. Dat wilde ik ook. Ja, klopt. Waren dat klanten? Wat zei u? Waren dat klanten? Ja, dat was een klant. En je merkt gewoon echt dat mensen die kennen elkaar heel gewoon. Dus er wordt ook over je gepraat en dat is ook helemaal niet erg. Ja. En je merkt gewoon echt dat je hier gewoon veel, veel mond-op-mond reclame hebt. Ja. We hebben helemaal nog geen eens een site. Dus dat is ook al, je merkt gewoon echt mensen in de buurt die praten hier gewoon over je en dan komen ze zelf hier naartoe. U haalt hier uw vlees en niet in de supermarkt? Nee, ik haal het graag bij de echte slager. Ik vind de kwaliteit heel erg goed hier. En daarom kom ik hier altijd terug. Heeft u ook producten zelf gemaakt in de winkel? Zeker, klopt. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld spekters zelf gemaakt, net van de barbecue af. Spekrollade, rospie, frikando, gewoon alle braadspullen, allemaal zelf gemaakt. Ja. Sommige slagerijen die maken nog wel heel veel zelf. En daar kom je hier in deze streek denk ik iets minder tegen, maar vooral bijvoorbeeld in Drenthe, in de Achterhoek, dan kom je dat nog wel veel tegen. Dan merk je ook gewoon dat je resultaat op je werk hebt. Dat mensen die zeggen van nou, je hebt het goed gedaan of laat een stukje proeven. Vooral als je proeft, dan kopen mensen het gewoon gelijk. Dus dat vind ik zelf wel een punt dat je, nou, dan krijg je weer wat gevoel van. Dat je denkt van hé, we zijn op de goede weg. En je merkt gewoon dat het gewoon wat meer wordt, dat je gewoon steeds meer verkoopt. Dus je mag wel een plakje proeven als je dat wilt. Heerlijk. Ja. Stuk. Wat is het verschil met deze winkel en bijvoorbeeld supermarkt? Nou, ik vind de vlees gewoon veel malser en dat soort dingen dus. En hier kun je ook gewoon krijgen wat je wil. Dus je hoeft niet allemaal een paar kilo's te kopen. Dat is ook wel makkelijk. U heeft een opleiding gedaan tot slager? Klopt. Ja, 3 jaar. Dat was officieel 4 jaar, maar ik kon het in 3 jaar redden. Dat was 1 dag in de week naar school en 4 dagen werken. En dan had je een leerbedrijf nodig. Nou, en dat was dan hier. En dat was toen ik een jaar of 17 was, tot mijn 20ste. Ja, en dat was dus 1 dag in de week naar school. En dan gewoon s'avonds gewoon werkstukken maken en ook dingen veel in de praktijk uitvoeren. En dan kon je dat aftekenen op je werk. En 1 keer in 2 maanden had je een toets. Ja, en dan heb ik 3 jaar over gedaan, 2 opleidingen. U heeft altijd slager willen worden? Ja, want toen ik een jaar of 10, 11 was, toen mijn oom heeft ook een slager in Hilversum. En toen zo ben ik er eigenlijk een beetje ingekomen. En op zaterdag en door de week wel eens een keer. Nou, op een gegeven moment toen werd het bijna elke dag uit school. En op een gegeven moment toen voor mijn leerbedrijf. Toen zei hij, nou, anders ga je eerst maar even ergens anders werken. Nou, ik dacht, nou, goed idee. Dus zo ben ik hier terechtgekomen dan. En uiteindelijk toen ben ik hier eigenlijk blijven hangen. En zo is eigenlijk gewoon allemaal gelopen. Dus u blijft het hier halen? Zeker zolang hij blijft bestaan. En de warme bakker bij Kees, ja, dan
dan blijf ik daar naartoe gaan. Wat zijn de toekomstplannen? Nou, we hopen zelf over anderhalf jaar te gaan trouwen ongeveer. Dat is wel de plannen, ja. En ze helpt me verder heel goed af en toe als ze een dag vrij is. Ze werkt in het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht. Ja, dus als ze een dag vrij is, dan helpt ze hier. Dus dat is wel, wel positief. En ze heeft hier goed naar de zin, toch? Ja. En we hopen gewoon dat het gewoon zo blijft lopen als nu. En dan zijn we gewoon verder heel tevreden. En hoe ziet u het ondernemen in de wijk? Ja, ik vind het een leuke variatie op mijn eigen werk. En het is hier echt een dorp. Dus je merkt echt wel dat de mensen elkaar goed kennen. En dat het echt een soort dorpsbuurtje hier is. Dus ik merk niet dat een stadsleven hier heerst hier niet zo. Nou, komt wel goed met jullie, denk ik. Ja hoor, daar gaan we wel vanuit. Ja. Dankjewel. Helemaal goed, jullie ook. Ja. Rond kerst vind ik het altijd leuk om bij mensen naar binnen te kijken, om te zien hoe ze hun huis versierd hebben. Kijk, hier is wel heel mooi versierd. Zullen we eens aanbellen en vragen of we binnen mogen komen kijken? Hallo? Wat hebben jullie je huis mooi versierd? Mogen we even binnen komen kijken? Ja hoor, dat mag. Wat een mooi dorp heb je daar. Normaal gesproken begin ik in november al. Lekker op mijn gemak. Dus het is echt mijn hobby. Maar dit jaar heb ik hem in een week tijd gemaakt. Dus ik ben vorige week begonnen. En dan zit je onafgebroken te werken? Nee. Twee uurtjes per keer of zo. Dat is nog een flinke tijd. Ja, klopt. Want het moet wel staan zoals ik wil. En wat zien we allemaal? Wat zie je allemaal? Ik heb hier een boerderijlandschap gemaakt. Dat is een beetje ook de afkomst waar ik vandaan kom. Dus dat moet er bij mij altijd in staan. Maar wel een beetje in de kerstsferen. Dus lekker met sneeuw. Hier hebben we een marktplein gemaakt. Daarachterin staan wat huisjes en gewoon eigenlijk een plein. De lantaarntjes liggen om, zie ik. We hebben een schoolplein met een schooltje achterin. En we hebben een speelgoedwinkel. En hier hebben we een kerk met de pastoor, de misdienaars, mensen die wat er staan te drinken en een kerstal. Kom jij van een boerderij? Ik kom niet van een boerderij, maar ik kom uit een boerendorp. En dit lijkt een beetje op de plek waar je vandaan komt? Nee, helemaal niet. Maar de boerderij en boerendorp, dat is mijn afkomst. En dat moet voor mij elk jaar terugkomen. En werk je er alleen aan of ook met mensen samen? Nee, helemaal alleen. Dit is echt mijn ding. Dat hooguit even helpen met de snoeren in de stekkenblokken doen en zo. Maar voor de rest is het echt mijn ding. En koop je alles of maak je ook dingen zelf? Ik maak ook dingen zelf. Ik heb ook een hele hoop gekregen. Dus het is lang niet allemaal koop. Is dat dan ruilen of zo? Nee, ik heb een heleboel dingen van mijn ouders gekregen in dit geval. Mijn vader die is hier 10 jaar geleden mee begonnen. Die had er een van 2 meter lang, 2 meter diep, 3 meter lang. Maar die is gestopt met het bouwen daarvan. Dus daar heb ik nu wat bomen van gekregen. De boerderijen heb ik daarvan gekregen. De molen. Omdat hij daarmee gestopt is. En heeft hij jou dan aangestoken? Ja. Nee, dat weet ik wel zeker dat het daardoor komt. Ja, dit is ook nog maar een kleine. Ik heb altijd, normaal gesproken heb ik een grotere staan. Maar door ruimtegebrek heb ik dit jaar maar een wat kleinere gemaakt. Ik zie daar ook allemaal een stoep, zeg maar, van allemaal tegeltjes. Ja. Heb je die nou zelf gelegd? Ja, maar ook zelf gemaakt. De tegels? Ja, die grote. Die zijn zelf gemaakt. Van steen? Van gips. Ik hoor ook stemmige muziek. Hoort dat er echt ook bij? Of is het toeval? In dit geval is dat toeval. Maar als je dan vraagt inderdaad wat dat soort muziek met mij doet. Kerst is voor mij wel voor het samen zijn met familie en het feest van de lichtjes, om het maar heel eventjes heel kort en bondig te zeggen. En dus vooral het samen zijn is voor mij, en dit brengt ook samen, want er komen toch ook wel wat mensen kijken. Uit de buurt? Nou ja,
dat was wel. Maar ook gewoon vriendinnen die, van me, en collega's die dan toch even komen kijken in plaats van foto's. Als je naar de kamer inloopt, wat voor gevoel heb je dan als je naar je dorp kijkt? Nou, toch weer een trots gevoel. Omdat het elk jaar toch weer net iets anders is als het jaar ervoor. En allemaal uit het blote hoofd dat ik dat ook maak. Dus lekker creatief bezig zijn. En heb je nog een kerstgedachte voor ons en de kijkers? Oh jee. Nou, wees aardig voor elkaar. Maar ja, of dat is voor mij sowieso een motto. Niet speciaal, alleen maar met kerst. Wonen op een woonboot in Ondiep. Op de Vecht. Hoe leuk is dat? We gaan praten met deze bewoner. Loop je even mee? Hallo. Mogen we even binnenkomen? Ja? Heerlijk. Wat leuk zeg. Hoe lang woont u al op deze boot? Ik woon hier intussen 41 jaar. Dus dat is meer dan de helft van mijn leven. Ja. Is het een bewuste keus van u geweest om op een boot te gaan wonen? Nee, het was meer een kwestie van woningnood. En het kwam toen toevallig uit dat het te koop was. En het was ook goed betaalbaar voor mij in die tijd. Nooit in de tussentijd gedacht van, ik ga in een echt grote mensenhuis wonen? Nee, juist niet. Bewust niet eigenlijk. Ik was hier zo aan gewend. En het beviel me zo goed op het water en met het groene uitzicht wat je hier hebt. De vrijheid ook. Heel belangrijk. Ja. Dus. Heeft het ook nadelen, het wonen hier op de boot? Ja, natuurlijk ook wel. Je hebt behoorlijk wat onderhoud aan zo'n boot. En dat is van het staal onder water tot aan het dak toe. Dat moet regelmatig gedaan. En de wanden zijn allemaal van hout, dus dat moet zeer regelmatig geverfd worden. En doet u dat allemaal zelf? Dat heb ik ooit wel allemaal zelf gedaan, maar intussen word ik een jaartje ouder, dus dat... Dat besteedt u lekker uit nu. Ja, precies. Ja. En u heeft het ook heel erg leuk ingericht, zie ik. Ook allemaal eigen ontwerp? Ja, eigen idee en ontwerp. Ja, dat heeft ook te maken met de vorm van zijn boot. Want kijk, die loopt in een punt toe en met een gewone vierkante... boekenkast lukt dat niet, dus dat zo'n flexibele is dan wel zo handig. Ja. Je kunt het niet standaard op maat kopen, inderdaad. Nee, precies. Nee. En dat geldt ook voor het bureau. Dat is door een vroegere buurman van mij gemaakt. Nou, je ziet ook dat dat zo in een bocht wegloopt. Ja. Dat is de enige manier op een boot. Ja, geweldig. Ik zie dat u daar hele mooie tekeningen heeft staan. Ja, dat is gewoon uit een boekje. Maar dat is van mezelf. Oh, dat heeft u zelf gemaakt? Ja, u tekent, u bent kunstenaar? Nee, ik ben amateurkunstenaar. Zo kunstenaar, toch? Ja, ja, dat is toch ook precies. Kunstenaar. Dus alles wat u hier ziet, dat is van mijn hand. Ja. U woont hier al heel erg lang, dus u heeft waarschijnlijk ook heel veel verandering gezien. Ja, inderdaad. Toen ik hier kwam wonen, toen was het helemaal groen aan de overkant. En dan was er alleen dat ene Rijksmonumentje daar, was een restaurant. En dat heb ik langzamerhand zien volbouwen. En ja, het is intussen, dat weet u misschien, verkocht aan een projectontwikkelaar. Dus het gaat nog voller gebouwd worden. Maar dan, wat gaat daar komen, weet u dat? Een drietal appartementenbloks komen over een paar jaar. Ik heb hier trouwens een foto, die heb ik bewust hier klaargelegd. Om te laten zien hoe het er hier 40 jaar geleden uitzag. En dan ziet u ook dat het helemaal groen was. En hier mijn eigen tuin. Die nu een en al bomen is. Dat waren toen kleine struikjes. Dus. Want u heeft ook een klein tuintje erbij. Nou, dat is gewoon de Wallenkant. Dat is officieel gemeentegrond. Maar er wordt getolereerd dat iedereen dat als privétuin gebruikt. Ja. En ik heb het dus helemaal groen vol laten groeien. Anderen die hebben er een heel groot terras op aangelegd. Weer iemand anders heeft daar zijn parkeerplaats van gemaakt. Zo doet iedereen dat op zijn manier. Kijk, hier heb ik een andere foto. Hoe het er toen uitzag. Dus dat is echt wel flink veranderd. Ja. Komt u ook uit Ondiep? Nee, ik kom niet uit Ondiep. Nee, ik ben in 1974 pas in Utrecht komen wonen. Nee, voor mijn werk. Ja. Dus. Heeft u iets met de buurt, met Ondiep? Nou, niet zoveel, nee. Ik ben toch meer
aan die kant naar buiten gericht dan naar de buurt achter mij. Ja, maar je zult toch een keer boodschappen moeten doen, ja, denk ik. Natuurlijk, ja, ja, ja. Nou ja, goed, ook dat is veranderd. Want vroeger had je daar op de hoek had je een melkboer. En op de hoek daar had je een groenteman. En dan had je verderop nog de bakker. Nou, de bakker is nog de enige die ervan is overgebleven. Ja. Dus. Dit was het weer voor deze week. Namens de gehele redactie van Ondiep TV wens ik u hele prettige kerstdagen toe. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.